Yo, we hebben weer een nieuw pakketje binnen. Een stoel van AK Racing, de Arctica. Ze noemen hem Arctica omdat het de eerste gaming chair van AK Racing is die wit is. En wij gaan hem in elkaar zetten, Akeo en ik. Het is een gaming en working chair. En voor €350 ongeveer kun je hem op de kop tikken. En we gaan kijken wat voor stoel het is en of hij een beetje lekker zit. Peter doet Gamersnet Gear namelijk. En we gaan kijken hoe makkelijk die in elkaar zit. En dat zie je nu in deze timetable dingest. Yo, Akeo. Yo, we hebben net de AK Racing Chair in elkaar gezet. En, Zit best wel. Ja, het zit best wel comfortabel. Behalve dat jij bovenop me zit. Maar ik weeg niet zo zwaar. Nee. Maar 85. Ja, mijn benen gaan echt kapot hier. Maar het is vet, we hebben het best wel snel gedaan. En zoals je de timelapse... Showen? Ja, echt hè. Oh, je zit... Hoppa. Ik heb die shit als rugzak. Nee, we hebben hem in elkaar gezet en volgens mij gaat Peter Gamersnet Gear doen. We hebben het best wel snel gedaan volgens mij. Ja, 20 minuten. 20 minuutjes of zo. Best wel chill om in elkaar te zetten. Je kan gewoon naar achteren en zo. Je kan omhoog. Oh. En we naar midden. Ja, dit is hem. Dit is de AK Racing Chair en binnenkort een Gamersnet Gear. Check, hè.